Interlokaal Nijmegen bestaat 40 jaar. Daarom organiseert de welzijnsorganisatie verschillende evenementen. Waaronder een bijeenkomst in de vereniging donderdagavond. Het is de eerste bijeenkomst dit jaar. En we vieren het vandaag in de vereniging met een lezing en gesprekken met mensen die echt van het eerste uur bij de oprichting van het Interlokaal, toen nog gastarbeidwinkel Nijmegen, betrokken zijn geweest. Interlokaal is een grotere welzijnsorganisatie ondertussen in die loop van die 40 jaar geworden in Nijmegen. En wij zijn verantwoordelijk in de stad voor laagdrempelige informatie en advies in alle stadsdelen. Dat zijn fysieke punten, 9 stadsdelen. Daarnaast doen we heel veel op het gebied van schuldhulpverlening, laagdrempelige financiële dienstverlening. En daar komt onze geschiedenis ook heel nadrukkelijk in voor. We zetten allerlei projecten op, initiatieven voor mensen met een allochtone achtergrond. Interlokaal is begonnen ooit als, dat heette toen gastarbeidwinkel, 40 jaar geleden. Het was echt in de periode dat de eerste gastarbeiders, veelal Marokkaanse, Turkse, Spaanse mensen, naar Nederland kwamen. Dus ook naar Nijmegen kwamen om hier te werken. En er was toen de tijd van alles mis, zeg maar, in hun woonsituatie, werkomstandigheden. Mensen wisten de weg niet. Er waren allerlei problemen rondom gezinshereniging. Dus dat is zeg maar heel erg in die belangenbehartiging. Voor die doelgroep is het Interlokaal, de gastarbeidwinkel, begonnen. Vandaag is dus de eerste bijeenkomst op 16 juni. Dat valt midden in de Ramadan. Organiseren we na zonsondergang een iftar. Zo heet dat. Dat is een gezamenlijke maaltijd met klanten, medewerkers, partners, mensen die dat mee willen maken. Dat organiseren we in wijkcentrum Meihorst. En dan organiseren we op 17 september, dat is dus na de vakantieperiode, een festival. Dat is in het weekend in Bottendaal. Want Bottendaal, daar liggen echt de roots, of daar heeft de wieg gestaan van de gastarbeidwinkel. Dus daar organiseren we muziek, dans, lekker eten. En dat doen we 17 september.